Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Vandaag gaan we verder met Baby Born Top van Self Creation. Ik heb de vorige keer al gezegd dat ik in de volgende video de afzonderlijke functies zou laten zien. Het kleine armbandje dat erbij zat, dat heb ik nu omgedaan. En we beginnen met de pop een flesje te geven. We gaan haar dus te drinken geven. Ik heb het flesje gevuld met water. Dat mag niet iets anders zijn, zoals chocolademelk, want anders dan wordt het te kleverig als je het geeft aan de pop. En dan raakt het flesje verstopt. En ook de pop kan van binnen dan kleverig worden. Om nu te voeren zet je de pop rechtop. Ik heb de pop een luier omgedaan. Dus dan blijft alles droog en dan haal je de deksel ervan af en dan steek je het flesje diep in de mond en dan knijp je. De pop kan ongeveer 2/3 van het flesje drinken en dan is de tank van binnen vol. Zo. De pop is niet op batterijen gedreven, dus hij kan verder niks. Hij kan niet huilen bijvoorbeeld. Dus huilen kan ze niet. Als je haar nu neerlegt, dan gaan we haar nu verschonen. Dus we gaan de luier verschonen en afhalen. De ogen zijn nu gesloten, dus dat betekent dat de babyborn slaapt. Dat is ook een functie. En nu moet je de pop verschonen, in principe, na het voeren van het water. We doen nu zo de luier af. En ja, de luier is nat, dus het heeft gewerkt. En dan kunnen we de pop nog op het potje zetten. Oh, alles loopt er al uit. Als je nu de benen omhoog doet, kun je de pop op het potje zetten. En dan loopt de rest er nog uit. Daarmee kun je de pop dus ook van binnen schoonmaken. Als je dan water geeft en de pop ondertussen op een potje zet, dan loopt het water door. En nu zijn we klaar met het flesje. Dan gaan we nu babyborn eten geven. En daarom pakken we dit bordje. Er is een markering aangegeven. Tot daar moet je het bordje vullen met water. En dan meng je dat met dit speciale babyborn voer. Daar maak je een soort puree van en dan voeren we babyborn daarmee. De functie met de luier heb ik jullie al laten zien. Maar je kunt dus babyborn ook nog op het potje zetten. En dan hier bij de navel op de knop drukken. En dan loopt de rest er nog uit. En zo ongeveer werkt dat ook nadat je de brei hebt gevoerd. Dus om dat te maken, vul je het bordje met water. Dat is ongeveer 12 ml als je tot de markering vult. En dan meng je dat vervolgens met het zakje speciale babyborn voer. Dat is speciaal voor haar ontwikkeld. Dat doen we nu bij het water. En dan roeren we dat met het lepeltje dat erbij zit. En dat doen we zo lang totdat er geen klontjes meer in zitten. Zo, klontjes zitten er niet meer in. Het is een gladde massa.
Alleen de kleur is een beetje anders. Het is iets wittiger geworden. Anders kun je de babyporn het voedsel niet geven, omdat het anders te kleverig wordt. Dus je moet niet iets anders geven dan het speciale babyborn-voer. En dan gaan we haar nu voeren. Zo. We hebben haar even op onze arm gelegd en dan geven we haar nu de brei. Dit moet je niet met het flesje voeren. Die puree moet je niet in het flesje doen, want anders dan wordt het kleverig in het flesje. En als je het flesje dan te diep in de mond doet, dan komt het in de watertank terecht. En het eten moet eigenlijk in een andere tank terechtkomen. Anders kan de pop plakkeriger worden als je dat doet. Als je gewoon de gebruiksaanwijzing leest, dan kan er niks misgaan. Zo, dat was genoeg. Dan zetten we babyborn weer op het potje. En we drukken weer op de knop. Dat doe je een paar keer. En dan komt de brei er weer uit. In het potje hier beneden. En wat wel vervelend is, is dat de dat het toch best moeilijk is om de pop zo te voeren dat er niks nat wordt. Zoals je ziet is de pop nu helemaal nat geworden. Dus eigenlijk kun je het beste een handdoek erbij gebruiken om alles droog te houden. Ook, dan wordt je kleding ook niet vies. Ik doe nu de speen in de mond. Die heb ik nog niet laten zien. En dat was het voor de Babyborn Interactive van Sap Creation. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Laat een leuke reactie achter of doe een duimpje omhoog. En vergeet niet op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!